Goedemiddag, kijkers en luisteraars. Welkom bij RTV Borne in beeld met Jan Stoop. En die heeft als gast Marianne Stevelink. Marianne Stevelink, ja. Ja, Marianne. Ja, ja, ja. Ja, goed. Ja. Je bent voorzitter, ja, van de Stichting Ervaringsdeskundige Handicap Borne. Ja. Nou. Dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol. Ja, ja, we hadden iets kortere naam moeten bedenken, maar dat kon eigenlijk niet. Dus onze stichting bestaat uit mensen die allemaal een beperking hebben. Handicap gebruiken we liever niet zo, maar een beperking, bijvoorbeeld een mobiliteitsbeperking. En dat is bijvoorbeeld ikzelf, ik zit in een rolstoel. Ja. We hebben mensen bij in onze stichting die slecht kunnen zien. Mensen die slecht kunnen horen of doof zijn. Of mensen met niet aangeboren hersenletsel. Eigenlijk heel breed alles wat je kan bedenken. En onze stichting houdt zich vooral bezig met toegankelijkheid. Ja. En dan specifiek in Borne. Ja. Ja. En jij zei net van, ik zit zelf in een... Ik zit in een rolstoel. In een rolstoel. Ja, want ik heb MS. Kun je daardoor wat gemakkelijker inleven in de mensen met wie je werkt, of de jongeren, of wie dan ook? Nou, het essentiële van ervaringsdeskundigen is dat we hebben allemaal een beperking. Ja. Dus we weten allemaal precies waar, zeg maar, de maatschappij, even algemeen gesproken, waar de maatschappij ontoegankelijk is, ja, voor ons. Ja. En dan kun je het hebben over drempels, maar je kan het ook hebben over mensen die niks horen. En dan wordt er wat omgeroepen op het station. Ja, daar heb je niet veel aan als je niks, nee, hoort. Mensen die slecht zien. En als er dan geen geleiderstroken zijn op een stoep of bij een oversteekplaats. Of er zit niet zo'n ratel op een stoplicht voor ja, voetgangers. Ja, dan weet je nooit of je kan oversteken. Ja. Dus als ervaringsdeskundige weet je het beste waar, zeg maar, de knelpunten zitten. En wij kijken heel goed naar die knelpunten en die geven wij ook door aan de gemeente. Ja. En dan proberen we samen met de gemeente daar wat, ja, aan te doen. Hoe heb jij zelf knelpunten ervaren? Ja, ik ervaar heel veel knelpunten. Als je met je rolstoel op pad bent, dan heb je last van straten die heel erg schuin lopen. Ja. Of stoepen die schuin aflopen. Of stoepen waar geen verdieping is, dus waar je met je rolstoel moeilijk tegenaan kan. Ja. En winkels die soms echt ontoegankelijk zijn als je met een rolstoel bent. Ja. Dus, en het grootste probleem wat ik eigenlijk het vaakst hoor en zelf ook het vaakst ervaar, het gebrek aan invalide toiletten. Dus gebrek aan toiletten waar je met een rolstoel, ja, of een rollator, ja, fatsoenlijk in kan. Ja. En dat is echt wel een dingetje. Ik heb hier als aantekening ook staan, je doet het nu in samenwerking met het bestuur van de Melkboerderij. Ja, we hebben contact gezocht met hun. Om, ja, dat evenement, heel specifiek voor dat evenement, ja, gangbaar toegankelijker te maken. Ja, ja. Want ik vertelde net al over de stoepjes en de wegen en winkels. En, maar op evenementen kom je ook dingen tegen. Dat er bijvoorbeeld geen invalide toiletten zijn. Ja. Wel van die mobiele toiletten, zeg maar, voor mensen die gewoon een trapje op kunnen lopen en weer terug. Ja. Maar voor met een rolstoel is lastig. En soms liggen de kabels ook in de weg. Of staan de kraampjes te dicht bij elkaar. Of kan je ergens niet langs. Of, ja. En ja, voor mensen die slecht zien is het ook heel moeilijk manoeuvreren, zeg maar, op zo'n evenement. Om even op de Melkboerderij terug te komen. Wij hebben begin dit jaar hebben we met het bestuur om de tafel gezeten. En we zijn begonnen met een er is een app, een soort van checklist, is er ontwikkeld door landelijk, zeg maar, door iedereen. En door de gehandicaptenorganisaties. Ja. En in die checklist kun je afvinken, zeg maar, wat belangrijk is om een evenement toegankelijk te maken. Ja. Nou, daar hebben we gekeken naar een aantal dingen. Maar niet alles was mogelijk. Dus dat was jammer.
omdat ook sommige dingen gewoon niet meer te organiseren waren. Maar we hebben wel, wat we wel hebben kunnen organiseren, is het mobiele rolstoeltoilet was niet meer beschikbaar. Dus dat was heel lastig. Maar de oplossing daarvoor is dat er een telefoonnummer hangt op de gewone mobiele toiletten. Dat is een 06-nummer van een van de bestuursleden. Die kun je bellen en die help je dan met je rolstoel of naar het cultuurhuis of naar het dijkhuis. Want daar zijn goede invalide toiletten. Ja. Dus dat is een prima tussenoplossing. Voor volgend jaar proberen we dat wat eerder te regelen. Ja. Maar dat is een prima tussenoplossing. Ja. En ervaar je dan ook dat A, dat er geluisterd wordt en dat er maatregelen worden genomen om het toegankelijker te maken? Jazeker. Ja, ja, het bestuur was heel toegankelijk en heel erg genegen om mee te denken. En ook zeg maar, enthousiast van, goh, ja, dat moeten we doen. En ja, dan bedoel je het gemeentebestuur? Nee, het bestuur van Melbuildaan. Maar het bestuur van de Melbuildaan had echt zoiets van, ja, wij vinden eigenlijk ook wel dat het toegankelijk moet zijn. Ja. Ook voor ouders met kinderen in een rolstoel. En, dus wat wij hebben kunnen realiseren nu, hebben we gedaan. We hebben een stilteruimte bijvoorbeeld in het cultuurhoes. He, dus een plek waar je even rustig kan zitten. Dat is met name belangrijk voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Die last hebben van prikkelingen en veel licht. Dus die kunnen zich dan even een half uurtje of een uurtje terugtrekken in het cultuurhoes. Ja. Kun je even rustig zitten, even bijkomen. Ja. Wij proberen nog een muziektolk te organiseren. En dat is iemand die zet de muziek om in gebarentaal. Nou, dat is heel leuk voor mensen die slecht horen of doof zijn. Ja. En die graag toch ook de belevenis van muziek willen meemaken. Dat je ze als het ware meekrijgt. Ja, ja, ja. En wat ze ook hebben gedaan is gewoon extra tijdelijke parkeerplaatsen. Invalide parkeerplaatsen organiseren. Dus dat je vlakbij het evenemententerrein, zeg maar, dat je daar toch kan parkeren. Dus ja, er zijn een aantal dingen zijn er in gang gezet. En we zijn ook nog bezig om te kijken of wij voor de kinderen met een beperking ook nog iets kunnen doen op het Kids Event. Maar wat heel leuk is, denk ik, is dat wij vast een kleine demonstratie geven van rolstoelvoetbal. We hadden het liever groter willen doen, maar dat lukte niet meer met het terrein. Maar wij komen met de stichting hier uit Almelo. Die hebben in samenwerking met de Heracles Foundation, hebben ze een rolstoelvoetbalteam. Ja, ja. Met eigen rolstoelen waar je mee kan voetballen. En dat zijn speciale rolstoelen. Er zit een soort van een soort van bumper omheen, zeg maar, waar je mee een bal mee kan aanduwen of kan schieten, zeg maar. Als ik het even heel simpel vertaal. Kijk jongens, dat kunnen wij brengen. Zo kan het georganiseerd worden. Ja, zo kan het georganiseerd worden. Ja. En Stichting Jira komt één dag met twee rolstoelen. En ook om daar aandacht aan te besteden, ook voor kinderen uit Borne die in een rolstoel zitten. Ja. Van, goh, kijk hoe leuk het is. En je kan gewoon meedoen als je wil. Dan kan je aansluiten bij het voetbalteam in Almelo. En ze denken er ook over om een voetbalteam voor volwassenen te gaan beginnen. En ik heb er afgelopen zondag even ingezeten in een zo'n voetbalrolstoel, zeg maar. Het is heel leuk. Ja? Het is echt heel leuk, ja. Nou ga je dingen. Je geeft de mogelijkheid, zo vertaal ik het nu, om dingen te doen dat kinderen, volwassenen gewoon mee kunnen doen. Ja. Echt mee kunnen doen. Dat is waar wij ons voor inzetten. Ja. Ja. En de eerste resultaten, tenminste dat blijkt al uit dit gedeelte van het gesprek, die zijn er ook. Ja, je ziet het ook. Ja. Je maakt het mee. Ja. Ja. En hoe wordt daarop gereageerd? Nou, heel positief. Ja. Ja, ja. En het is ook iets wat. Daarom is denk ik ervaringsdeskundigheid ook zo belangrijk. Kijk, wij lopen elke dag of rollen elke dag of struikelen elke dag over de drempels, zeg maar, in de maatschappij. Ja. Ja. Maar mensen die dat niet hebben, die geen beperking hebben, die staan daar ook niet bij stil. Nee. Maar als je het zelf ervaart of direct in je familie. Want mijn man is ook ervaringsdeskundige ondertussen. Die weet precies over welke drempels ik wel of niet kan.
En welk gebouw toegankelijk is voor mij en welk gebouw niet. Dus die is ook expert op dat gebied. Je moet dat zelf ervaren. En als je dat samen met mensen doet, dus je gaat bijvoorbeeld samen met iemand die geen beperking heeft, ga je een rondje lopen door het dorp en dan zeg je van, goh, dit kom ik tegen, ja, dat kom ik tegen. Dan geeft dat een heel goed beeld. Ja. Is eigenlijk vooral niet de, ja, hoe zal ik dat zeggen, het motto, dat die mensen ook mee kunnen doen. Tuurlijk, dat is ook het uitgangspunt. Ja. Wij, onze stichting is opgericht om, eigenlijk vanwege het VN-verdrag Handicap. Dat is in 2016 is dat ondertekend door de Nederlandse regering. En in het VN-verdrag staat dat wij moeten streven naar een maatschappij waar alle mensen, ook met een beperking, gewoon mee kunnen doen. Dus dat je gewoon mee kan sporten, dat je gewoon naar een restaurant kan, dat je gewoon met het openbaar vervoer mee kan, dat je gewoon naar school kunt. Dus ja, noem maar op. Eigenlijk in de breedste zin van het woord. Heb je contact met de Zonnebloem? Er zijn heel veel instanties, Zonnebloem, maar ook allerlei gehandicaptenorganisaties. En bijvoorbeeld de organisatie Iederin. Ja. Dat is een koepelorganisatie van alle kleine en grote organisaties. Wij zijn daar ook lid van. Die zich bezighouden met toegankelijkheid, ja, en met de belangen van mensen met een beperking. En we kloppen vaak landelijk ook, wordt er wel op de deur geklopt bij de overheid, maar het gaat heel moeizaam. Ja. Ook in de gemeenten gaat het heel moeizaam. De inzet van borden van de gemeente. Ja. Geeft de gemeente zijn cijfer? Oh, dat is een hele, hele lastige. Met de ene afdeling hebben we veel contact, ja, en met andere afdelingen helemaal niet. Wat wel een mooi voorbeeld is denk ik dat wij meegepraat hebben bij de herinrichting van de Spanjaardwijk hier vlakbij. Ja. En daar hebben wij ook onze punten gemaakt. Wij gaan dat nu ook doen bij de wijk Wensink Zuid. Ja. En dan gaan we gewoon met de projectmanagers van Wensink Zuid en met een aantal inwoners uit, ja, de wijk die een beperking hebben, ja, gaan we gewoon door de wijk. En ik, ja, hoop dat er ook wat raadsleden en misschien ook de wethouder meegaat. Ja. En dan gaan we gewoon kijken van, ja, wat kan er verbeteren. Ja. Ja, dan wil ik nog één categorie mensen noemen. Werkgevers. Ja. Doen die er wat aan? Ja, maar het blijft lastig. Ja. Kijk, werkgevers voelen toch steeds nog, als je kijkt naar de arbeidsparticipatie, de deelname aan betaald werk van mensen met een beperking, dan, ja, is dat diep droevig. En dat komt omdat ook vaak bedrijven een beetje angstig zijn, omdat ze bang zijn dat mensen vaker ziek zijn of langer ziek of beperkte tijd kunnen werken. Maar met het UWV kan je daar vaak toch wel goed uitkomen, zeg maar. Maar er zijn werkgevers die daar echt fantastisch in zijn. Wat zullen wij straks merken tijdens de meldbloemdagen? Zichtbaar nog niet zo heel veel. Veel. Maar de eerste stappen zijn gezet. De bewustwording komt op gang, zeg maar. Ja. En na afloop van de meldbloemdagen, wij hebben al verder gekeken in heel Twente. En wij gaan met een aantal organisatoren van evenementen, waaronder ook de feestfabriek, gaan we om de tafel om te kijken hoe wij voor volgend jaar meer evenementen beter toegankelijk kunnen krijgen. Ja. Maar kunnen jullie dat wel aan? Ja, want je kunt natuurlijk van alles en nog wat op stapel zetten. Wij bedenken van alles, maar het is soms lastig om ook echt mensen mee te krijgen om dingen te doen. Ja. Dus, maar als iemand denkt van, ik vind dit leuk en ik wil wel meedoen. Ja. En dat kan op elk niveau en op elke inzetbaarheid, zeg maar. Als je een heel klein beetje kan doen, is prima. Als je heel veel wil doen, is ook prima. Nou, dan beschouw ik dat als laatste passage in heel dit. Goed. Als de mensen luisteren en kijken. Ja. Meld je aan, ja. Bedankt. Graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Oké. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie, kijk dan op borneinbeeld.nl.